Club ondersteboven. Slam. Het bekende koppen. Vragenrad. Werkt ontzettend simpel, Nick. Je mag eraan slingeren. Het liefst linksom, rechtsom. Ik mag eraan slingeren. Je mag eraan slingeren. Ja, aan, okay. Aan het rad, hè. Zegt u wel vaak. Waar je thuis aan slingert, dat moet je helemaal zelf weten. Maar hier is dat gewoon het bekende koppenvraag. Oh, okay. En dan gaan we kijken waar die opvalt. En dan mag jij kiezen voor een makkelijke of moeilijke vraag van jouw collega DJ's. Ja. Oké, okay. Hey, gaat hij nog één kant op? Of mag ik hem gewoon... Ja, het liefst linksom, want rechtsom dat is... Ja, dus die kant. Die kant. Die andere tegen kant. De klok in, ja, maar. Ja, ja, ja. Geef okay. Hem een slinger. Oké, okay, komt u aan, hè. 1, 2. Spannend. Oh. Spannend moment. Oh. Dit is... Oh. Een vraag van mezelf? Ja, ik denk het wel. Een vraag van Nicky Romero? Ja, oh, ja, ja. Nee. Dat vind ik goed. Dat is wel leuk. Een makkelijke of moeilijke vraag van Nicky Romero? Oei. Nou, van mezelf kan ik wel een moeilijke handelen, denk ik. Hey, Nicky Romero hier. Hier komt een moeilijke vraag. Oei. Wat is het duurste waar jij de eigenaar van bent? Oei. Kan je die hebben, Nick? Ja, die kan ik wel hebben, ja. Het duurste. Nou, dat is lastig, zeg. Ik denk dat dat een jachthaven is. Heb jij een jachthaven? Ja. Maar waarom? Je hebt toch niet 20 schepen? Zeker niet. Nee, dat zeker niet. Maar ja, ik ben daar samen met een partner eigenaar van. En waar ja. Is die jachthaven? In Wijkbroedersteden. Oh, hey, cool. Ja, dat is in Utrecht, toch? Ja, klopt, ja, zoiets. Ja, ja, er is vlakbij een klein dorpje Amerongen. Ja, een beetje bij Tiel, een beetje bij Renen. Ja, nee, dat zegt me dan weer niks. Maar, dus, dat zeg je niks. Okay. Maar als wij ooit nog een keer beroemde radio-dj's worden... Waar dan kunnen we ons schip bij jou neerleggen. Waar woon jij in Duitsland dan, bijvoorbeeld? Nee, Hollandse Rading, het lijkt wel een beetje. Oh ja, lijkt op elkaar. Dat kent ook niemand. Nee. Zullen we nog iets slingeren? Ja, laten we dat doen. Ik ben heel benieuwd. Even kijken, hij moest die kant op. Ja, ja, ja. Okay, komt hij aan. Oh, nou, andere kant, maar dat maakt niet uit. Oh, is dat zo? Oh, maar het gaat dus wel goed. Ja, het gaat nog wel goed. We zijn eigenlijk altijd bang voor dat het dan misgaat, maar... Vater González. Vater González. Makkelijk of moeilijk? Wacht eens, doe dat nog eens. It's Dirty House. Dat zei hij vroeger met Sean McCumble. Hij zal het wel weten, denk ik, toen hij nog in Veenendaal draaide in Temptation. Toen bracht hij altijd een MC mee. Die deed alsof hij uit Engeland was. Maar eigenlijk kwam hij gewoon uit Hooggaande... Waar vond hij vandaan? In een dorp in Groningen in ieder geval. Dus dat was wel tof. Ja. Jij kent ook echt iedereen. Je hebt over iedereen heb je mooie anekdotes. Een verhaal. Ja. Maar, een moeilijke vraag. Gaan voor moeilijk, joh. Moeilijk. We gaan voor een moeilijke vraag van Vato. Yo, ik ben Vato González. Oké, je hebt gekozen voor een moeilijke vraag. En het is wel een beetje een verhaal. Stel nou, je wordt morgen wakker. In de blokker. En je bent jezelf niet. Nee, je bent een emmer. Wat voor kleur emmer zou je zijn? En waar ben je van gemaakt? Wauw. Het is wel echt zo'n vraag van Vater González. Dit is precies hoe Vater González is. Echt, hè? Bij de blokker. Nou, dan denk ik dat ik van Tupperware ben, denk ik. Aangezien ik er anders niet thuis hoor. Ik denk dat ik dan donkergroen zou zijn. En dat je mij dan zou gebruiken om je kerstbomen, zeg maar, in te zetten. En dan ervoor te zorgen dat je ze dan aan het einde van de kerst weer makkelijk uit kan halen zonder dat je rommel in huis hebt. Wow. Dus dat zou denk ik mijn... Dus donkergroen zou mijn kleur zijn. Dat is wel handig. Dan kun je hem daarna nog in de tuin gebruiken. Hey, ik zie een gat in de markt, Nick. Ik sta ervoor open. Ik besteed Nicky Romero Emmer. Meld zich bij Emmer, apenstaartje, protocol, stapjesturers.com. Zullen we nog een keer slingeren? Leuk, man. Hey, ik moest de andere kant op, zei je, toch? Ja, joh. Nou ja, volgens mij ging het helemaal goed. Dus, ja, dit is top. Als ik kapot, kopen gewoon een nieuwe. Nou, weet je hoeveel werk hierin zit? Ik heb dat ding nog helemaal zitten verven. Ja, even serieus, mag je nog een keer draaien? Je mag nog een keer draaien. Ja, want ik hoef niet weer een vraag voor mezelf, hoor. Ja, je mag hem ook een beetje sturen. Mocht je net inschakelen, we zijn bezig met het bekende koppen vragenrad met niemand minder dan Nicky Romero. En hij komt op Hardwell. Hardwell. Ja. Zeg maar, makkelijk of moeilijk van Robert? Ik ga gewoon voor een moeilijke. Yo, dit is Hardwell en jij krijgt van mij een moeilijke vraag. Borsten of billen? Borsten. Ja, het klinkt de hele tijd alsof er nog iets achter komt. Ja, zo van, ik dacht even, er komt nog een tweede. Borsten of billen? Ja. Maar dat is voor de borsten? Ja, ik denk ook wel dat de persoon met wie ik aan het daten ben nu... dat die, dat die kan wel, het beamen, die kan maar. Het beamen, denk ik. Okay. Nice. Nice. We kunnen elkaar een hand geven, want ik heb dat ook al. Jij, Bram? Ja, nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Hartstikke goed. Borstenkliek. Oh, nou, borstenkliek. Nee, ik mag eigenlijk, dit mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, bedenk ik me net. Oh, dat je aan het daten bent? Oh, nee, God, dat wel. Dat denk ik dat wel. Maar die persoon die wil ook niet... nee, grapje. Maar ik heb te veel gezegd. In ieder geval. Slingeren. Goed, morgenochtend telegraaf.nl. Nicky Romero aan het daten. Nog een keer doen? Ja, goed. Oh mijn god, ik krijg zometeen een boze app, jongen. Ik mag nog een keer... Ja, doe maar. Okay. Welke kant je wil. Je mag hem ook een beetje sturen op... Ja, gewoon een keertje. Oh, ja, okay. Dat is ook leuk. Dat is toch eigenlijk altijd zo, dat mensen gaan vals spelen op het eind. Ja, maar is er nog een vraag van eentje?
En hij komt dit keer op... Blast of rehab. Ja, half. Ja. Nou, ik denk toch eerder rehab. Dat denk ik ook, ja. Even kijken waar hij naartoe leunt. Ja, ja. De rehab. Ja, 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 toch lichtelijk, ja. Zeg ja. maar, makkelijk of moeilijk? Een makkelijke vraag, deze keer. Rehab hier, en hier komt een makkelijke vraag. Wat is de kutste plek waar je ooit hebt gedraaid? Yeah! Dat is echt geen makkelijke vraag. Jemig zeg. De kutste plek waar ik ooit heb gedraaid. Slam Studio is fout. Ja. Nee, ik zit even te denken, maar dat is serieus lastig, want er zijn zoveel shows geweest. Maar ik denk wel dat dat een plek was in... waar was dat nou, joh? Ik denk in Duitsland. Oh. Ja, ik denk het wel, ja. En wat dan? Wat was er mis? Was dat niet in Duitsland? Nee, volgens mij was dat... nee, dat was niet in Duitsland. Ik zit even te kijken naar mijn tourmanager, productiemanager, die er altijd mee is. Denk, hey, de kutste plek waar ik ooit gedraaid heb. Wat vind je? Ik zit ermee aan te kijken. Hey? Maar volgens mij draai je alleen maar op vette plekken. Dus. Wat zeg je? De kelder in Hank. Ja, dat was misschien wel een goeie. Maar dat is wel een tijd geleden. Ik weet niet of die nog bestaat. Anders dan bied ik alvast mijn excuses aan natuurlijk. Maar daar hebben we wel serieus gestaan, ja. De kelder in Hank. Ik denk het wel. Maar anders is het misschien wel de peppermeel een hele week. Wauw. Het klinkt wel heel uitnodigend, die plekken. Hoe omschrijf je de sfeer die daar hangt? Nou, luister, ik vind het eigenlijk heel erg. Ik vind het best wel een moeilijke vraag, want je wil niemand beledigen. Nee. Maar als je het echt moet zeggen, ik denk dat je dan gewoon kijkt naar wat de reactie is van mensen, vooral. Het maakt niet uit hoe die plek eruit ziet. Het maakt ook niet uit, zeg maar, op zich waar je mee draait. Maar het gaat meer om de reactie. En ik weet nog wel, de peppermail en de heerlijk. Toen stond ik gewoon, ik denk, het was een ruimte voor 500 man, maar er stonden 5 man, denk ik. En die deden ook nog alsof ik niet bestond. Dus dat heb ik niet heel goed herinnering aan.